Ik ben Lonneke Weijers en ik ben projectmanager op de afdeling Tech & Change, Change & Portfolio. En als projectmanager begeleid je de projecten die bijdragen aan de digitale transformatie. In 2017 ben ik bij Bovemij de financieringsmaatschappij begonnen als coördinator contractbeheer. Daarna ben ik overgestapt naar het Change Team binnen de financieringsmaatschappij. En in 2020, net in de corona-periode, ben ik overgestapt naar de verzekeraar. En daar heb ik gewerkt als operationeel business controller. En sinds dit jaar ben ik projectmanager binnen Bovemij. En de rode draad in de functies is vooral het de structuur aanbrengen binnen een afdeling. De rol van Bovemij in mijn loopbaan is dat zij mij gefaciliteerd hebben in mijn wensen. Zelf stond ik wel aan het roer bij de wijzigingen van mijn functie. En wat ik het mooie vond aan Bovemij is dat ze mij gewoon geholpen hebben. Dus ik mocht aangeven wat ik leuk vond, waar mijn ambities liggen en wat mijn talent is. En daar hebben ze wel goed in geholpen, Bovemij breed. Mijn tip aan de collega's is blijf in gesprek met je leidinggevende. En zorg dat je zelf in het roer staat. Zoals ik net ook al aangaf, ben ik wel constant de initiator geweest in mijn eigen loopbaan. Dus zorg dat je een plan A en een plan B hebt en blijf dit ook bespreken met je leidinggevende. Ja, zodat Bovemij je talenten beter kan inzetten in de organisatie.